Jongeren van Kommerwijnen moeten meer participeren aan jongerenprojecten, wat zal zorgen voor persoonlijke ontwikkeling en ontwikkeling van het district. Dit zegt de voorzitter van de vereniging Jongeren van Kommerwijnen, VJC, Hakim Lal Mahomet. VJC is een jongerenorganisatie in Kommerwijnen die zich al 5 jaar inzet voor het bevorderen van jongerenparticipatie in het district door het uitvoeren van sociale projecten. Een onderdeel van het bevorderen van jongerenparticipatie is ook de bewustwording creëren over mentale gezondheid. Lal Mahomet zegt dat het streven van de organisatie in 2024 is om jongeren bewust te maken van de kracht die er zit in een goede mentale gezondheid. We zijn niet alleen op deze wereld. Misschien weten we dat al, maar de realisatie daarvan hier binnen, besef. If you need help for something, ask for help. Het is niet erg om te vragen naar hulp. Het maakt je ergens juist sterker. Dat je je uit je comfortabel zone haalt om iemand te vragen naar hulp. Als je iemand anders ziet, of merkt dat iemand in een of ander probleem zit, reik een hand. Help de persoon. That's just it. Realiseer dat je niet alleen hier bent. Realiseer dat je de wereld moet delen met nu bijna 8 miljard. Yeah. En dat we van elkaar kunnen leren. We kunnen heel veel van elkaar leren. Men zegt voor kennis, meestal, als het gaat om educatie, moet je sowieso betalen, maar kennis is gratis. De onderlinge samenwerking tussen organisaties in het district mag niet uitblijven, stelt Lal Mahomet. Het kennen van je doelgroep is heel erg belangrijk hierin. Volgens Lal Mahomet moet worden gekeken naar een manier om de persoonlijke communicatie met de jongeren weer op te pakken. De ervaring leert immers dat dit een van de meest effectieve manieren is. En zeggen van kijk, hiermee ben ik bezig, dit is wat de organisatie allemaal inhoudt. Ben je geïnteresseerd of en zou je in principe ook makkelijker kunnen ingaan op de emoties van de persoon, om zo te zeggen, of het non-verbale van de persoon. Maar dan weet je ongeveer, ik denk wel dat jeugdwerkers die ervaring hebben om te weten van oké, hij lijkt wel geïnteresseerd te zijn, dus ik ga daarop inspelen. Of hij lijkt op iemand die gewoon meegaat met de flow, dus ga ik daarop inspelen om de persoon toch erbij te kunnen krijgen. Lal Mahomet hoopt dat de jongeren zich opgeven om het jongerenwerk in het district daadwerkelijk te bevorderen en naar grotere hoogtes te tillen.